ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Juffenweek vlog. Het is vandaag maandag 30 januari en het is nu bijna 8 uur. En ik ga voor jullie weer een nieuwe Juffenweek vlog beginnen. Dus als je het heel erg leuk vindt, doe zeker een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is weer een nieuwe week en volgens mij alweer de 4e Juffenweek vlog. Het gaat echt mega hard en de vlogs worden zo goed ontvangen. Het is echt bizar lief en ik ben er ook echt heel erg blij mee. En ik heb net mijn outfit gefilmd voor TikTok en ik ga dus nu alles klaarzetten. Want ik had vrijdag heel veel gedaan, maar ik had niet alles klaargezet. Dus ik had wel alles opgeruimd, dus het is weer echt helemaal clean. Dus ik ga even het bord in orde maken en alles eventjes klaarzetten. De map had ik wel helemaal gedaan. Rekenen. Dus dat ga ik nu even doen. Wij gaan zo les 5 van begrijpend lezen maken. En die tekst heet: hoe kan zo'n zwaar vliegtuig vliegen? We gaan het zo in tweetallen doen. Hoe je het gaat lezen is, je ziet daar nummer 1 staan. De eerste leest nummer 1. De tweede leest nummer 2. De eerste leest weer nummer 3. Dus je doet het per stukje tekst. Ga je omwisselen. En dan ga je de opdrachten maken. Wie kan er nog even vertellen, hoe werk je ook alweer samen? Hoe doe je dat bij begrijpend lezen? Ja, heel goed. Je helpt elkaar. Je laat zien in de tekst waar je het antwoord kan vinden. Heel goed. Je wijst het aan, maar je zegt het niet voor. Ja, heel goed. Samen bij dezelfde opdrachten. Als je het af hebt, dan ga je topomasters doen. Dus als je op de gang werkt, neem je ook je laptop mee. Je werkboek, je laptop. Oké, ga ik eventjes kijken wie er al naar de gang of de trap kunnen. Straks, na de pauze om 1:50, hebben wij brandoefening. Wat we gaan doen. Als het brandalarm afgaat, wil ik dat wij heel erg rustig onze jas gaan pakken. Dan wijs ik de groepjes aan. Dus we gaan niet allemaal rennen, maar je wacht tot we de jassen gaan pakken. Dan zorg ik ervoor dat de ramen dicht zijn. En dan ga ik eventjes kijken, hebben we iedereen? Dan zorg ervoor dat je netjes 2 aan 2 loopt. Je gaat rustig naast elkaar lopen. Maakt mij even niet uit met wie. We zorgen ervoor dat we naar beneden gaan. En dan maken we daar netjes een rij. En dan lopen we door het hek, daar bij de dolfijnen, daar zo, lopen we naar het grasveld. Dan ga ik kijken of we iedereen hebben. Ik wil even een klein spelletje doen om te kijken of we snel iedereen hebben. Jullie hebben allemaal een eigen nummer. Als ik zeg start, dan zeg je je eigen nummer die je hebt. Dus ik zeg start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good morning, het is vandaag dinsdag en ik had gisteren echt geen leuk nieuws gehad. Dus ik heb toen niks meer gefilmd, maar ik ben vandaag aan het werk omdat ik wel gewoon heel graag die afleiding wil. Dus ik ga nu even alles in orde maken, want ik was gisteren echt gelijk naar werk weggegaan. En ja, als ik gewoon met die kinderen ben, dan vind ik dat gewoon heel fijn. En ja, dat eigenlijk. Maar ik denk dat ik vandaag dus een beetje een soort van afwezig ben. Maar ik ga nu in ieder geval even alles in orde maken. Volgende week vrijdag gaan wij met de klas naar de Hoezo Show. En dat duurt ongeveer een uur. En tijdens die Hoezo Show eigenlijk gaan wij verzinnen wat zij gaan doen. Want wat wij moeten doen, wij gaan een onderzoeksvraag maken. En die gaan zij beantwoorden op het podium. En dat gaan ze laten zien met materiaal of met spullen. Maar als wij geen vraag hebben, kunnen zij geen show maken. Dus het is heel belangrijk dat wij een moeilijke vraag voor ze gaan verzinnen. Die zij op het podium voor ons gaan beantwoorden. Iets wat we eigenlijk nog helemaal niet weten. Maar je kan, ja, om een goede vraag te stellen, horen een paar lessen bij. Want als jij gaat zeggen, is rood een mooie kleur?
Is dat een goede vraag? Nope. Nee. En daar gaan we dus deze les een beginnetje aan maken. Want we hebben namelijk 4 korte lessen. En uiteindelijk gaan wij dus de perfecte vraag maken. Maar, voordat we dat gaan doen. Hoe stel je dus een goede onderzoeksvraag? En op een onderzoeksvraag is er dus een antwoord. We gaan eerst eventjes kijken met een verwarde wetenschapper. Dus een filmpje. Hey, jullie zijn er al. Ja, sorry. Ik kwam natuurlijk net van de... Nou, je snapt hem. Anyway, ik zal het even voorstellen. Het is dinsdagmiddag en de kinderen zijn naar de gym. En vanaf morgen ga ik gewoon weer veel filmen. Maar ik was vandaag dus niet helemaal oké. Maar kijk. We hebben dus een nieuwe spanningscategorie. Er hangen hier dus 5 woorden. En dan kunnen ze die cadeautjes pakken. En dan de woorden opschrijven. Het lijkt gelijk een hele leuke oefening. Maar het is gewoon super simpel. Dus die. En verder heb ik nu de andere maskers ook opgehangen. Dus die hangen nu hier. Heel leuk. En die hebben ze dus allemaal zelf gemaakt. Vrijdag 10 februari gaan wij dus naar de Hoezo Show. En hier hebben ze alvast wat vragen opgeschreven. Die ze dan misschien willen stellen. Maar ze moeten dus deze les nog doen. Maar dit zijn de vragen die ze vandaag hebben bedacht. Oké, ik heb net bij mijn moeder gegeten. En er is een pakketje binnen. Want ik had namelijk nieuwe schoenen besteld. Dus die wilde ik eventjes laten zien. Ik heb namelijk deze nieuwe schoenen van Nike. Ik heb ze gekocht op Restocks. Deze. Good morning, het is vandaag woensdag en ik heb mijn nieuwe schoenen aan. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik zie dat ik even mijn camera moet opladen. Het is vandaag dus woensdag, dus dan hebben we een korte dag. En ik moet dus nu nog knutsel verzinnen, want ze knutselen bij mij zo snel. Heel fijn, maar dan moet ik ook heel veel opdrachten verzinnen. Dus dat ga ik nu even naar kijken en vanaf nu ga ik gewoon weer lekker veel filmen. En ja, ik heb dus voor het eerste keer iets roods aan. Ik heb dat echt nooit aan, maar ik vond het wel heel erg leuk. En ik had wel alles al klaargezet. Ik moet dus alleen nog even de knutsels doen en eventjes kijken naar mijn mail. En verder mijn agenda nog even kijken. Oh ja, we beginnen zo met huiswerk, dus dat moet ik ook even klaarzetten. Nog 5 seconden, dus niet schrikken. Oké. Wij gaan zo les nummer 29 schrijven. Ik ga even op het bord laten zien. Want je moet heel goed kijken waar de letters komen. Vind je het nou nog een beetje lastig, gebruik je letterkaart. Die gebruik ik zelf ook altijd. Vind ik heel erg fijn. Want bijvoorbeeld vanmiddag die hoofdletter, die komt helemaal tot de bovenkant. Dus als je dat gaat schrijven. En de D, dat stokje, raakt helemaal de bovenkant. En de G, die moet ik ook eventjes kijken. Die raakt helemaal de onderkant. Dus je moet heel goed kijken. En sla steeds een regel over. Want dan kan je precies je letters er zo tussen doen. Ga... Als het dan niet helemaal past, is het niet erg. Ik vind het belangrijker dat je gewoon netjes schrijft. En dan de H, die raakt weer helemaal de bovenkant. En de B ook. Voor het rapport moet je altijd een dit ben ik tekening maken. En op die dit ben ik tekening teken je natuurlijk jezelf. Denk even goed na.
Want je hebt vorig jaar een tekening gemaakt. En misschien als jij je rapport over 10 jaar ziet en je gaat daarin kijken, dan moet je wel echt kunnen zien, oh ja, dit heb ik in groep 6 gemaakt. Dus maak er dan ook bijvoorbeeld iets bij wat bij jou past. Bijvoorbeeld jezelf op een trampoline, ik zeg maar wat. Als je denkt, dit past echt bij mij, dan teken je dat op dat blad erbij. Je krijgt hier lekker veel tijd voor, want deze komt natuurlijk ook in het rapport. Dus je gaat ook netjes werken. Je zorgt ervoor dat je duidelijk te zien bent. Dus je zorgt er ook voor dat je oren en ogen en vingers hebt. Dat je je benen tekent, dat je schoenen tekent. Je vergeet niet je nek. En dat je goed even kijkt. Oh ja, welke kleur is mijn haar? We gebruiken potlood voor deze opdracht. Dus je mag geen stift gebruiken, je gebruikt potlood. En je schrijft heel netjes hier je naam. Als we dit blad hebben, dan ga ik mezelf zo groot tekenen. Ik ga hem zo groot tekenen. Je zorgt ervoor dat het vak een beetje gevuld is. Het is inmiddels woensdagavond. Het is al 6 uur. En ik heb dus echt al de hele dag hoofdpijn. En ik vind het zo stom, want ik wil dus heel veel meer dingen filmen. Maar ik voel me gewoon niet fit deze week. Maar het hoort er wel gewoon bij. Dus ik dacht ook, ja, ik ga deze vlog sowieso online zetten. En dan de volgende week wordt echt mega leuk. Maar ja, ik heb dus gewoon echt hoofdpijn elke dag. En ik heb dus mijn bril, omdat ik dacht dat hoofdpijn daardoor kwam. Maar ik denk dus dat het door iets anders komt. Dus dat is een beetje vervelend. Maar Denise komt zo naar mij. Ik heb net eventjes een uur geslapen. En ik hoop dat we eten gaan bestellen. We moeten eventjes kijken wat we gaan doen. En dan gaan we even wat koken. Dus dat. En ja. Ik ga gewoon zoveel mogelijk filmen. Maar het kan dus zijn dat het deze week wat minder is. Omdat ik me dus niet helemaal fit voel. Dus dan weten jullie dat. Wil jij het in een andere bak of niet? Wat is dat? Oh, dat zijn die... Hoe heet dat ook weer? Zeven hier. Nee, wat zijn dat ook weer? Morning. Het is vandaag donderdag. En ik dacht, ik laat een keer mijn ochtendroutine zien. In de ochtend douche ik dus heel vaak. En om de dag was ik mijn haar. En ik ga me dus nu klaarmaken voor werk. En ja, ik maak me altijd eerst klaar en daarna ga ik pas ontbijten. En ik sta, als ik mijn haar moet wassen, sta ik meestal een uur voordat ik wegga, sta ik op. Omdat ik dan ook mijn haar nog wil feunen en allemaal dat soort dingen. Dus dat heb ik nu ook gedaan. En ik ben iemand die echt heel makkelijk kan opstaan. Dus dat is heel fijn. Dan doe ik een klein beetje Olaplex in mijn haar. En ik wil mijn haar dus veel graag... Ja, gewoon niet zo vaak wassen. Maar dat lukt me gewoon niet. Want anders is mijn haar gewoon... Dan kies ik altijd mijn outfit uit voordat ik mijn make-up ga doen. En ja, ik film dus nu elke dag mijn outfit op TikTok. Misschien heb je dat wel voorbij zien komen. Dus ik probeer wel echt elke dag iets anders aan te doen. Maar daardoor ben ik altijd wel een beetje lang bezig. Hier zijn altijd een beetje de gekleurde dingen. Ik heb heel weinig kleur. Truien, het is echt een rommel. Dit zijn echt de basics. Allemaal broeken. Het is echt zo erg. En mijn schoenen liggen eronder. Dus ik moet eventjes kijken. Want ik had gisteren mijn nieuwe Nikes aan. Ik denk dat ik voor een beige trui ga. Een nieuwe. Nou, deze trui heb ik nieuw. Die vind ik echt heel leuk. En ik denk dat dit er dus eigenlijk best wel leuk boven staat. Dus dit ga ik even proberen. En dan doe ik misschien mijn ux of zo eronder. Oh, wat zie ik er slecht uit. Ik heb ze van onder gefilmd. Maar oké. Oké, dit is niet mijn beste beeld. Maar zo kan je het op zich wel goed zien. Mijn huid is echt helemaal rood. Ik heb dat na het douchen dat het helemaal rood is. Ik zet even een cremmetje op. En vandaag hebben we bijvoorbeeld gym. En ja, ik ga even kijken wat ik ga filmen. We hebben dus ook nog volgens mij, of gaan we aan een labboek werken. Daar zijn we mee bezig. En vandaag gaan ze daar echt aan beginnen. Dus dat zal ik ook wel eventjes laten zien. En volgende week gaan we dus naar een show toe. Dus dat is heel leuk om te filmen. Daar heb ik helemaal zin in. Maar ik ga nu eventjes mijn make-up doen. En ik zal het beeld eventjes... doorspoelen.
Oké, de make-up zit erop. Ik ga nu even ontbijtje maken. Ik ontbijt altijd met yoghurt, met crunchy erin. En ik drink nooit koffie, omdat ik dat niet nodig heb. Maar ik heb wel een koffiezetapparaat gehad. En ondertussen ga ik even iets kijken op mijn telefoon. Oké, ik heb heel veel gegeten en ik ga heel eventjes mijn haar feunen. Want ik wil niet met nat haar naar werk. Oké, dit gebruik ik dus als schooltas. Het is echt zo'n soort grote longchamp tas. En ik ga er dus nu even een broodje in doen. En dan maak ik vanmiddag op school een tosti. Dat vind ik altijd heel chill om te doen. En verder zit er echt heel veel rotzooi in. Verder neem ik ook altijd of een appel of een banaan mee. Dus een tosti, een appel of een banaan. En dan altijd gewoon iets van een koekje of zo'n reep of zo. Maar ik heb er best wel veel op school liggen. En meestal kies ik er dan gewoon eigenlijk daar eentje. Want in mijn kast ligt helemaal vol met dat soort koekjes. Dus dan kies ik altijd gewoon waar ik zin in heb. En meestal is het of een sultana of zo'n ochtendreep. Maar ik dacht, misschien is het ook wel een keer leuk om een vlog te maken met wat ik allemaal eet op school. Het is nooit het allerbeste om te filmen, maar wel realistisch. Dus ik ga nu even broodje erin doen. Oké, good morning. Ik heb mijn hele ochtendroutine al gefilmd, maar oké. Het is donderdag, ik ben op werk. Wat vroeger dan normaal, want ik wilde nog eventjes wat dingen doen. En ik heb dus net de TikTok opgenomen van mijn outfit. Want dat maak ik dus elke ochtend. En soms heb ik dus wat boeiendere outfits dan andere keren. Maar nu was die dus. Zo. Dus als je het leuk vindt, kan je het gaan checken. Ik ga even het bord in orde maken. En dan... dat is eigenlijk. Dus ik ga eventjes alles klaarzetten. Zo even een spel doen met de klas. Die kunnen we niet nu afmaken. Die gaan we wel waarschijnlijk deze week of volgende week afmaken. En het heet... De Game Show van de Winter. We hebben straks 4 teams. En die 4 teams gaan het tegen elkaar opnemen. Je kan punten verdienen. Je hebt de categorie Het is koud. Het is nog steeds koud. Kleding en hulpmiddelen. Trivia en data en tijd. De 10 punten vragen zijn wat makkelijkere vragen. De 50 punten vragen die zijn wat moeilijker. We gaan zo 4 teams maken. Dat doe ik zo. Op deze manier. Die teams gaan bij elkaar zitten. En je zorgt ervoor dat 1 iemand uit jullie team een wisbordje met een stift heeft. Want daar moeten jullie het antwoord op schrijven. Nee, niet nu allemaal gaan pakken. Want je weet nog helemaal niet welk team je zit. Ja. Welke stad hoort niet bij de elf steden van de elf steden, toch? Het antwoord is Den Helder. Alleen team 1 had dat goed. In welk land sneeuwt het zo vaak dat het beter sneeuwland of witland kan worden? Oké, gaan we kijken. Schildpadje. Je doet eerst schildpad en dan je erachter. Hier staat schil, schip, schip, gild. Dus hier schild. De volgende is het... Oh, je hoeft alleen slaapliedje. Slaapliedje. Oké, gaan we kijken. Slaapliedje, deze is goed. D en de T achter elkaar, dat kan niet. Hier staat slaaplientje. Hier staat slaaplidje. En slaaplietje. Dus deze is goed, slaapliedje. De volgende is suffertje. Eerst suffert en dan je erachter. Oh, jullie schrijven de onderzoeksvragen daarop. Leuk. Kijk. Is misschien leuk als het hele groepje dat. Oké. Het is inmiddels donderdagmiddag. Het regende echt mega hard naar de gym. Dus ik was helemaal doorweekt.
En mijn uks waren helemaal nat. Dus ik hoop dat het nog gaat opdrogen. Ik ben even aan het voorbereiden voor morgen vrijdag. En ja, vanavond ga ik lekker bij mijn vader eten. En ik moet zo dus wel iets doen. En dat wordt dan aan me uitgelegd. Dat is voor mij ook voor het eerst. Dus ik ben heel benieuwd. En we gaan morgen de tekening afmaken. En we gaan dus volgende week naar een show voor wetenschappelijk onderzoek. En we gaan morgen dus verder daaraan. Dus die lessen moet ik ook even voorbereiden. Good morning. Oeps. Het is vandaag vrijdag. En wij beginnen straks met de agenda op tafel. Want ik vind het gewoon heel belangrijk dat ze dat leren. Dus dan gaan we altijd voor de komende 2 weken bespreken wat er allemaal in moet. En dat moet dan vanuit de kinderen komen. Zodat ze straks op de middelbare school en volgend jaar ook moeten ze echt heel veel een agenda gebruiken. En ze moeten in ieder geval veel dingen anders onthouden. Dus ja, ik vind het gewoon belangrijk om daar nu al mee bezig te zijn. Dus we beginnen altijd gewoon standaard vrijdag met de agenda. Dus ze zijn het ook gewend, ze leggen het gelijk op tafel. En dan gaan we dat bespreken. Mijn moeder doet het verder. Travolta-planning, had ik het bord al gedaan? Ja. We gaan vandaag weer zo'n les van de Hoezo-show doen waar we volgende week naartoe gaan. En alles is helemaal schoongemaakt gisteren. Dus dat is ook top. Het is vandaag vrijdag 3 februari. We gaan zo beginnen met onze agenda. Dan gaan we rekenen les 12 doen. Gaan we spelling les 3 doen. Dan hebben we pauze. Gaan we taal les 5 doen. Dan gaan we een nieuwe les van de Hoezo show doen. Dan gaan we na de pauze aan ons werkstuk. En dan gaan we de Dit ben ik tekening proberen af te maken. Op 16 februari 2023 heb je de toets van Blink. Als het goed is, heb je dat ook op het blad geschreven. En heb je hem in je zwarte snelrechter gedaan. En dan gaan we eventjes kijken naar volgende week in je agenda. Maandag 6 februari tot en met vrijdag 10 februari. Kijk even bij je buurman of die dat ook heeft staan. Op maandag 6 februari heb ik niks staan. Op dinsdag 7 februari, dan ben ik er niet, want dan heb ik een begrafenis. Dus dan weten jullie dat. Dan ben ik er niet. Dan komt er een kunstenaar in de klas. En dan gaan jullie de hele dag knutselen. Ik weet niet wat jullie gaan maken, maar dan gaan jullie de hele dag lekker knutselen. Ja, de gym gaat gewoon door. Breekt door de aardkorst heen en wordt een vulkaan. Soms ontstaat er een hele rij vulkanen die samen een eiland vormen, zoals ja. Dus de aarde bestaat uit allemaal platen die bewegen. En die platen maken verschillende bewegingen. De eerste waren 2 oceanische platen die gaan uit elkaar. Divergentie. En er ontstaat een vulkaan. Wat zag je nog meer? Wat kan er nog meer gebeuren? Heel goed. Er kunnen ook 2 platen tegen elkaar aanbotsen. De zwaarste plaat gaat eronder, namelijk de oceanische plaat, die is zwaarder. En zo ontstaat er een vulkaan. Dus als er 2 platen botsen, kan er ook een vulkaan ontstaan. Schrijf maar op. Als 2 platen botsen, kan er ook een vulkaan ontstaan. En er ontstaat aardkorst die gaat smelten en dat gaat naar boven. Dat noem je convergentie. Dus nu weten we door dit filmpje hoe vulkanen zijn ontstaan. Gaan we nog heel even snel naar die ander. Noemen we heel kort. Dan hadden we deelvraag 2. Dus sla je blad even om. En hadden we een bron van Natural Geographic. Is dat betrouwbaar? Dus die kan je bij betrouwbaar schrijven. Bij deelvraag 2. Dan hadden jullie ook een bron, dezelfde als de andere groep van Tina Truin van Facebook. Is die betrouwbaar? Ja, heel goed. Iedereen kan schrijven op Facebook wat hij wil. Het hoeft ook niet waar te zijn. Dus bron 2
is niet zo betrouwbaar. En dan hebben we nog een bron van, van YouTube. Ik heb je bruis al lekker gevuld. Het is vrijdagmiddag en we hebben nog ongeveer een uur. We gaan zo onze tekening afmaken. Maar ik wil even tegen jullie zeggen dat ik heel trots op jullie ben hoe jullie hebben gewerkt. Want ik was deze week natuurlijk een klein beetje verdrietig. En iedereen heeft zo hard gewerkt en zo goed zijn best gedaan. Dus heel goed gedaan. We gaan zo verder met de Dit Ben Ik tekening. Je mag lekker op een ander plekje zitten. Ik zet muziekje aan. En ja, ga maar. Het is vrijdag 6 uur. En ik heb volgens mij na werk echt bijna niks meer gefilmd. Ik hoop dat ik deze week wel wat dingen heb gefilmd. Ik heb me nu net klaargemaakt en mijn haar is weer helemaal stijl. Ik heb het weer gesteld. En ik ga nu met vriendinnen wat doen. Dus ik heb me eventjes klaargemaakt. En ja, ik ga ze even ophalen en dan komen ze hier naartoe. En ja, heel veel zin in eigenlijk. Dus ja. Weekend. Het is vandaag zondag en ik ben even mijn sneakers aan het aandoen. En ik heb net mijn wenkbrauwen geverfd. Dus die verf ga ik er zo afhalen. Want die moet nog even 1 minuutje intrekken. Ik ga zo naar mijn vader toe. En ik heb net lekker gedoucht. Gisteren was ik met Florent Vos. Dat was echt super gezellig. Ik ben echt zo blij met mijn sneakers. En ik heb lekker uitgeslapen. En ik ga dus nu eventjes mijn wenkbrauwen afhalen en dan ga ik naar mijn vader toe. Ik heb een nieuw kleed die ik dus nu eigenlijk in de woonkamer wil leggen. Ik weet niet of die past. Het is gewoon een beige kleed. Maar nu ligt dit er en ik vind het een beetje saai worden. Dus ik wil die misschien hier, maar ik moet nog eventjes kijken. Dus dat ga ik even proberen nu. Oké, ik heb het kleed nu zo neergelegd. Wat een blauw licht. Dat is niet normaal. Maar het ziet er echt heel gezellig uit. Echt veel knusser. Alleen nu heb ik natuurlijk dat andere kleed. Die. En ik weet nog niet wat ik daarmee ga doen. Want ik dacht eerst dan leg ik hem hieronder. Maar dan wordt het gewoon een beetje te veel. En ik heb alles even schoongemaakt. Dus ik ga nu even alles terugzetten. Het is inmiddels zaterdagavond. Ik heb alles schoongemaakt. Maar het heeft echt de hele dag geduurd. Ik had weer zo'n dag. Dat ik ging schoonmaken, stoppen. Maar uiteindelijk is het nu gewoon helemaal schoon. En ik heb dus die kleding gewisseld. En ik ga denk ik nu deze op mijn slaapkamer leggen. Maar dat heb ik dus nog niet geprobeerd. En ik wil die dus hier. En deze dan hier. Dus alles is weer helemaal schoon. Ik dacht eerst ik ga koken, maar ik heb eten besteld en ik ben Love Island aan het kijken. Ik heb een pokeball besteld. Echt mega lekker. Kijk hoe lekker. Dus ik ga nu even dit eten en lekker Love Island kijken. Het is vandaag zondag en het is al 6 uur. Ik heb echt de hele dag en niks gefilmd en niks gedaan. Ik ben wel heel erg blij met mijn kleed. Ik zit de hele tijd op de grond. En ik moet dus nu, het is nu al 6 uur geweest. Ik moet nog boodschappen doen en avondeten. Dus dat gaan we maar doen. Dan ga ik ook gelijk boodschappen doen voor deze week. Dan haal ik altijd, haal ik even de boodschappen voor de hele week. Dus dat gaan we doen. En dan sluit ik hierbij ook de weekvlog af. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Als je het heel erg leuk vond, doe zeker een duimpje omhoog. En ja, laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie woensdag weer om 4 uur. Doei doei!